Zo, een hele goede morgen allemaal weer. Mensen die geslapen hebben, mensen die nog slapen. Mensen die wakker zijn. Mensen die van het wakker zijn weer wakker zijn geworden. Welkom bij mijn volgende videootje. Ik heb een eigen YouTube kanaal ook maar gemaakt. Dus daar zal ik binnenkort wel wat over delen. En of daar heb ik al wat over gedeeld. Dus dat is op mijn tijdlijn op Facebook te vinden. Het gaat over spirituele oorlogsvoering dit. De geestelijke strijd die aan de gang is in de vijfde dimensie, zeg maar. Dat gebeurt inderdaad in de vijfde dimensie, maar ook fysiek om ons heen. Manifesteert zich steeds meer. Dat is de strijd, zeg maar, tussen de schepper van het heelal en zijn aartsvijand, die ons heeft doen geloven dat hij niet bestaat. Nou, dat is erg slim. Want dan zoekt niemand hem ook als verklaring voor alles wat er misgaat. Ik noem geen namen, Satan. Heb ik het toch gezegd? Mag geen reclame maken. Even kijken hoor. Ja, spirituele oorlogsvoering. Satan, de engel van het licht, was dat een dienaar van God, totdat hij uit de hemel gekikt werd om hier op aarde te regeren. En regeren, dat doet hij al een tijdje. Even kijken hoor. Ik heb dus mijn vorige dingen gingen over freeze, fight, flight. De coronaleugen. Allemaal onderdeel van zijn plan, zeg maar. Van de duivel. In principe doet hij alles in het open. Maar ja, omdat niemand hem gelooft. Even kijken. Moet ik dat naar de... dat weet ik ook allemaal niet meer. Niemand hem gelooft. Kan hij gewoon alles lekker doen, ongemerkt, zonder dat men doorheeft dat het allemaal bij hem vandaan komt. Dit is de demo in Berlijn. Dit is niet een awakening gebeuren, dit is... geen New Earth toestand. Dit is een satanisch ritueel. Dat is, die mensen worden daar vervloekt. Met 4 miljoen tegelijk. Dit is natuurlijk een apart trucje van Willem Engel. En met zijn Duitse varianten, zeg maar. Ja, die mensen die denken dat ze voor een goede zaak bezig zijn. Lekker dagje uit. Dus politie staat langs de kant te huilen, want die weten wel wat er aan de hand is. Die snappen het wel. Hele trieste toestand in Berlijn. In Berlijn, mensen. Berlijn. Het oude nazi Duitsland. Het is gevallen. Alles is omgekeerd, heb ik ook al uitgelegd. Ik zou het wel ook zeggen dat de verkeerde mensen de Tweede Wereldoorlog gewonnen hebben. Ja, het is zo. Onderzoek het zelf. Als u mij niet wilt geloven. Nou ja, inderdaad, hier dus. Het hexagram. 1, toegangsweg. 2, 3... 4, 5, 6 wegen. 6, getal van de duivel. Dat is ook vrij duidelijk natuurlijk wat daar dan gebeurt. Dit is een soort ritueel, een massabetovering, een betovering, zeg maar, een vloek. Wordt er over die mensen uitgesproken. Het is manipulatie, het is tovenarij, het is zwarte magie.
Nou ja, genoeg hierover. Het is 1 september. Dit ging over spirituele oorlogvoering. Ja, ik kan hier uren over vertellen. Ik heb het ook net allemaal zelf uitgevonden. Ja, het is moeilijk te geloven. Het is ook best wel heftig en zwaar. Het blijkt dat er heel veel mensen wetend of onwetend werken voor de duivel en zijn demonen en zijn engelen, zijn gevallen engelen. Die mensen kunnen je buren zijn, je familie, je vrienden, en dat zijn ze ook. Je vrouw, je vriendin. Ik heb zelf afgelopen 7 jaar een vriendin gehad die heeft mij geprobeerd van kant te maken. Dus dat was geen leuke ervaring. Ja, ze gaf mij oestrogeen, vrouwelijke hormonen, in minimaal. Ze heeft mij psychisch bijna helemaal afgebroken. Omdat ik gewoon een beetje te naïef was. En ik niet dacht van dat iemand expres dat soort dingen kon doen die zij deed en gedaan heeft en nog steeds doet. Maar goed, nu is het mij bekend wat er gebeurd is. En ik leef nog, dus ik kan deze filmpjes maken, ik kan mensen erover vertellen. Daar kan ik ook een hele uitzending aan wijden, want dat is zo ontzettend geraffineerd en zo intelligent gegaan. Ik ben niet de eerste, de beste, ik loop niet zomaar in iedere val. Maar dit was toch wel van een niveau van een groep mensen die gewoon proberen één iemand kapot te maken. MK Ultra project komt uit de VS. Ja, het was waarschijnlijk de bedoeling bij mij, bij mijn geboorte, om mij ook in dat project te krijgen. En ze hebben dat geprobeerd door rituelen. Mijn ouders zijn daarbij betrokken geweest, wetende of onwetende. Mike, hou eens op. Wees eens even stil, Mike. Mike is de hond. Nou komt hij hier naartoe. Ja hoor, daar is hij. ik ga verder. Oké, dus ik ben eigenlijk heel mijn leven al target geweest. En nog steeds. Targeted individual wordt dat genoemd. Door Scott Hensler, die veel meer informatie over heeft. Mike. Ja, ik word nu door de hond aangevallen. Mike, ga eens op je mandje. Scott Hensler, scotthensler.org. Heb ik al meer over verteld over Scott. Ah, fijn. Ik heb het overleefd en ik ben nog steeds aan het werk. Dus vandaar dat ik niet zo heel veel slaap. En dingen gaan hard en dingen gaan snel nu. Oké, dus de psychologische oorlogvoering gaat door middel van hekserij, betoveringen, astrale projectie, vergiftiging, manipulatie. Een fenomeen wat gangstalking heet, dat is het MK Ultra programma. Remote viewing is allemaal waar. Alle wezens die Hollywood in series hebben gemanifesteerd, zijn ook allemaal waar. Bloedzuigende wezens. Zombieachtige wezens. Noem het zo gek niet of ze zijn waar. Zoek het gewoon uit of doe je onderzoek als je het niet van mij wil aannemen.
Ja, waarom kunnen wij ze niet zien dan meer als mensen? Waarom weten wij dit allemaal niet? Dat komt omdat wij dom gemaakt zijn en dom gehouden worden. Ons onderwijs is gekaapt. Vanaf je geboorte word je gehersenspoeld door de televisie en op scholen. Alles is omgedraaid, mensen. De geestelijke gezondheidszorg is de geestelijke ongezondheidszorg. Of vernietigingskampen, doodshuizen, noem het maar wat. Ja, medische zorg. Hè, we moeten ons zorgpersoneel een bonus geven. Een bonus. Ze verdienen allemaal een nekschot. Tenminste, degene die ervan af weten. En dat zijn zeker de artsen die hieraan meewerken. En dat zijn satanisten en kindermisbruikers. Jeugdvernietiging en verkrachting en misbruik. Om het zomaar kort door de bocht even te noemen. Hè. Alles is omgedraaid. Hè. Planned Parenthood in Amerika. Abortusklinieken, moordfabrieken noemen ze Planned Parenthood. Black Lives Matter is Black Lives Don't Matter. Hè. En dat doen ze zeker helemaal niet. Want ja, de zwarte mensen in Amerika die worden helemaal misbruikt door de duivel. Die hebben het helemaal zwaar te verduren. En zolang ze in de slachtofferrol blijven, zal dat ook gewoon zo blijven. Ze hebben een vrije wil. Maar ze zijn wel erg misleid en ze hebben het heel zwaar te verduren gehad. Dus ik zal daar nooit zelf over oordelen. Dat is aan God de Almachtige. Die hele BLTQ-huppeldepup-movement. Ook allemaal onderdeel van identiteitspolitiek. Identiteitspolitiek is een onderdeel van oorlogsvoering. Is ook weer de spirituele oorlogsvoering. Ik heb ook ontzettend te doen met de mensen die daar slachtoffer van zijn. Mogen God ze bijstaan. Ja, nou ja, dat kun je nog wel even doortrekken. Daar kan je uren ook over filosoferen. Ga ik nou niet doen. Ik moet zo de hond even buiten laten. Dag Mike. Even kijken hoor. Ja, wat hebben we dan nog meer? Nou, kijk, ik ga eens even een paar plaatjes nog laten zien. Dit is een van de medeplichtigen, of in ieder geval moordenaars van Pim Fortuyn. Dit is de elektromagnetische wapentechniek van de vijand. Die heeft hij ons eigenlijk zelf laten uitvinden. Mensen hebben het uitgevonden, want hij is niet creatief, hij kan niet scheppen. Wij kunnen wel scheppen, wij hebben het goddelijk DNA. DNA wat heel belangrijk is, wat hij op het moment ook aan het vernietigen is. Als wij geen mens meer zijn, dan kunnen we ook niet meer toegang krijgen tot het eeuwige leven. Zo simpel is het. Dus dat is een beetje zijn plan. En nog meer. Hollywood, Seth MacFarlane, die weet ook alles. Dit was ik toen ik nog zo stom was om voor de VN te gaan werken. Ja, een heel apart verhaal. Ik zal denk ik ook uit voormalig Joegoslavië wel wat demoontjes meegenomen hebben weer terug naar Nederland. Dit is een occult symbool. Ik heb geen idee welk occult symbool. Het zal wel iets met Israël en de nep-Joden of het nep-volk van God wat daar nu woont te maken hebben. Kinderoffers en in de kunst, het is overal alom vertegenwoordigd. De waarheid is overal voor wie kan zien.
Helaas zijn de meeste mensen nu ziende blind en horende doof. Ja, over reptilians gesproken. Je ziel verkopen aan de duivel en dan... Ja, talent heeft hij eigenlijk ook niet. Zo'n goede gitarist is het ook niet. Maar in ieder geval, hij heeft een leuke tijd gehad op aarde. En daar blijft het ook bij. Ruimtewapens, technologie, satellieten, 5G-satellieten. Ik ga even de hond buiten laten. Eén momentje, ben zo terug. Ja, dat is ook. Ja, je kan je al voorstellen als je de Hubble-telescoop omdraait. Of de aarde nou plat of rond is of wat dan ook, ik weet het allemaal niet. Dan wordt het natuurlijk gewoon een vergrootglas. En kan je de bosbranden in Californië mee starten. Oh ja, de Kennedy-familie met Willem Engel. Met zijn sexy billen en zijn dreadlocks. En die geweldige advocaat die iedere zaak steeds verliest. Ja, ik heb niet eens meer zin om hierover te vertellen of zo. Dat is niet belangrijk. Ja. Illuminati. Oude bloedlijnen. Reptilians. Bloedzuigers. Wat een lelijk het, joh. Oké. Ja, wat ze aan het doen zijn is verdeel en heers, zeg maar. Heb ik ook al een uitzending aan gewijd. Ze houden ons brein zo bezig. Zodat we niet meer goed na kunnen denken. Niet meer echt ons goddelijke natuur kunnen gebruiken, zeg maar. Dus als die we als mensen hebben. De grote leugenaar. Waarschijnlijk de valse profeet of antichrist of wat dan ook. Wat hij ook is met zijn gouden lokken en zijn... Noem maar op wat. Ja, kinderen redden. Right. Dat is dus niet zo. Alles omdraaien doet de duivel. Dus alles wat deugdelijk is en goed en ordelijk. Wordt belachelijk gemaakt en weggemaakt. Alles waar je dood van gaat en alles wat niet goed is, wordt verheerlijkt. Zeg maar de omgedraaide piramide. Dat is een beetje wat hij doet. Oké. Michelle Obama, deze dame, allemaal hetzelfde. Allemaal hetzelfde, zeg maar. Ze voeren echt een toneelshowtje op, alsof mensen wat te kiezen hebben. Mensen hebben niks te kiezen. Besef dat nou eens goed. Je hebt niks te kiezen. Die agenda wordt uitgevoerd. Dus alle media is voor de show. Dit is een lantaarnpaal met een... Hier een array met 5G-antennetjes. Die staat bij mij voor mijn deur. Die staan overal in Nederland. Al een jaar of 10, denk ik. 11 jaar staan ze er al. Toen waren ze zich al aan het voorbereiden. Dus dit is 60 gigahertz band. Binnen zit je veilig. Want tenminste veilig van deze. Want binnen hebben ze natuurlijk ook gewoon... 5G in je huis. Is het je modem, is het je telefoon of is het gewoon je smartmeter?
of je elektriciteitsnet die gewoon in een hele grote antenne verandert. Want dan pakken ze je binnen ook. Zo simpel is het. Ja, dit is het uitzicht vanaf mijn oprit. Dus ja. Oké. Spetsnaz. FSB Russia. Killers. Dit zijn de mensen die in de kampen de vernietiging uitvoerden. Dit zijn de mensen die voor de Bolsjewieken de tsarenfamilie uit hebben gemoord. En de christenen hebben vermoord allemaal in Rusland. Levend villen. Verkrachting is ook favoriet iets van wat ze graag doen. Dit zijn psychopaten. Dit zijn beroepsmoordenaars. Linkerlui. Er zijn er honderdduizenden van. Daar gaan we mee te maken krijgen in de nabije toekomst. Ja. Ja, ik ben wel eventjes een beetje klaar. Ik wil nog even wat doorlopen. En zo. Oké. Ga even naar YouTube. Ga even naar mijn abonnementen. Oh nee, even kijken hoor. Subscriptions. En zo. Oké, nou. De controlled deception, dus de gecontroleerde oppositie in Nederland. Daar behoren bij de heer Wouter Raadgever. Hoe verzin je die naam? Wie trapt daar nou in vredesnaam in? Jensen is controlled opposition. Weltschmerz is controlled opposition. Blue Tiger Studio. Weet ik niet. Ik denk het wel. Oorlog is reeds verloren, weet ik niet. Daar heb ik nog mijn twijfel over. Jaap Dieleman. Ja, die is waarschijnlijk ook over naar de dark side. X-22 report, controlled opposition USA. Vernon Coleman, controlled opposition deception. Ongehoord Nederland. Ja, weet ik nog niet. De hond staat weer aan de deur. Mensen, we worden echt een loer gedraaid. En, wees waakzaam. Er is één oplossing. En dat is, de minst populaire oplossing ter wereld. En dat is je bekeren tot de schepper, Yahweh, Jehovah. Door zijn zoon Jezus Christus te accepteren. Vervolgens moet je met je zonden aan de slag. En die moet je confess your sins. Als je spijt hebt, repent, heb spijt. Dan kan je door het bloed van het lam gereinigd worden. En heb je weer een kans op een leven, zeg maar. Daar houdt het natuurlijk niet mee op. Iedereen heeft een vrije wil. Dus iedereen kan voor zichzelf kiezen. Voor zover je nog niet helemaal hersenspoeld bent. Geloof mij niet, maar doe vooral eigen onderzoek. Bereid je voor, want dit wordt een aparte maand. We krijgen 9-11, dat is de verjaardag van de echte geboortedatum van Christus. 9-11 was natuurlijk het begin van al deze ellende. En wie weet is er wel weer een verrassing. Ik wil deze uitzending zegenen in de naam van Jezus Christus, de enige ware God, zodat hij ook
de content kan beschermen, de copyright, zeg maar. En zodat deze video zichtbaar blijft en niet verwijderd wordt. Want er zijn regels en zelfs de bokkenpoot moet zich daar aan houden. Ik wil iedereen een fijne dag toewensen en een gezegende dag. En ik hoop dat deze informatie... Misschien viel ik hier en daar wat in herhaling, maar ja, misschien is dat niet zo erg om af en toe eens wat te herhalen. Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben en je voordeel ermee kunnen doen. Kijk in de beschrijving van de video. Ik hoop dat jullie naar mijn YouTube kanaal willen gaan en daarop willen abonneren. Hit subscribe of abonneren. Dank jullie voor het kijken en goeiedag.